7,5 miljoen dollar. Ja. Waar vraag je ervoor in de euro's? 6,5. Nou mensen, welkom weer bij een nieuwe Pure Luxe video. Het is voor mij een thuiswedstrijd, want we zijn natuurlijk in Amsterdam Oud-Zuid. Sterker nog, we staan voor een van de mooiste ingangen van het Vondelpark. En u ziet hem al, we hebben vandaag bij ons een hele prachtige BMW 750 Li. Een lekkere dikke V8 met 530 pk. We worden vandaag gereden door Lars en die is van de chauffeurservice Gentle Drivers. Bedankt Ted hiervoor. We hebben natuurlijk een prachtig horloge om, dus later ook weer de wristcheck die terugkomt. We hebben een lekker flesje champagne bij ons, het bekende sabreermes. Er komt weer een leuke prijsvraag aan. En we zijn hier nu aangekomen bij The Agency. En dat is een nieuwe makelaar in Amsterdam die ons vandaag gaat rondleiden in een super appartement van maar liefst 6,5 miljoen euro op de Pieter de Hoogstraat aan het Museumplein in Amsterdam. Nou, ik word gereden door Lars, dus ik ga instappen. Komt u met ons mee. Achter Mart ligt hier een flesje ingeklemd, een heerlijk Louis Reudereurtje. Gaan we zo eens even mooi sabreren. En nou Mart, ik denk dat jij maar wat opnames moet maken, even van het interieur, wat prachtig overigens is. En een paar exterieurfoto's, foto's filmen natuurlijk. Dan kunnen mensen even zien hoe mooi die auto is. Dubbele glazen dak natuurlijk, alles is elektrisch hier. Stoelen verwarmd, gekoeld, massagestoelen, alles zit erin. Je zit hier natuurlijk achterin als een koning. Wat ik ook erg mooi vind is dat geruite leer overal. En het is natuurlijk een 8-cilinder. Ik rijd er eigenlijk zelf al nu een weekje in, dus dan zit ik voorin. En ja, god, de 8-cilinders gaan natuurlijk een beetje verdwijnen tegenwoordig. Het wordt 6, hè. Mercedes gaat op het AMG ook van 8 naar 6 naar 4. Dus het wordt een barre tijd voor de autoliefhebber. Maar deze 8-cilinder rijdt zo fenomenaal goed, dus ik heb er echt van genoten deze hele week. Maar we gaan ons nu concentreren op het appartement wat we gaan filmen. Dus ik ga halen Carina Niperus. Van het nieuwe makelaarskantoor in Amsterdam, The Agency. Dat is uit Amerika komen overwaaien. Ik ga haar zo direct een aantal vragen erover stellen. Maar we gaan vooral ook een house-tour doen van een waanzinnig appartement. Nou, Carina, ik blijf even zitten, want ik heb een prachtige chauffeur bij me. Die doet jou helemaal mooi open. Helemaal goed. Zie je zo. Hi. Goedemiddag. Wat een eer, Carina. Niperus. Ik zei eerst Niperus, maar het is Niperus. Ja, klopt. En jij bent gewoon de directeur, of zeg je dat, directeur, managing director hier van The Agency Amsterdam? Managing partner. Managing partner, oké. Ja, van de Netherlands. De Netherlands. Ja. Zit het ook de heel Europa tegenwoordig al? Nee, wij zijn het eerste kantoor in Europa. Oké. Okay. Ja, Londen stond eigenlijk nummer 1, ja. Maar wij zijn het eerste kantoor geworden. Nou, dan zijn we nu dus in de buurt van de Pieter de Hoogstraat. Welk nummer is het eigenlijk? 9. 9. Ja, 9. En dat is, ik heb het in dollars gezien eigenlijk op de site. Maar, ja, wat, op de Amerikaanse site. 7,5 miljoen dollar. Ja. Waar vraag je ervoor in de euro's? 6,5. Ja. En dan hebben we hoeveel meter ongeveer? 277. Dat is op zich een pittige prijs. Klopt. Maar inderdaad, we reden net langs dat project De Hoog. Daar gaan de appartementen vliegen bijna weg, zou ik zeggen. Ja. Voor echt wel on-Amsterdamse prijzen, nog zeker in deze markt, nog echt wel wat hoger. Ja, tussen de 18.000 en de 20.000 euro de meter zijn die gegaan. Ja, dat is inderdaad wel fors, ja. Maar dan woon je dus aan het Museumplein zo'n beetje. Ja. Je rijdt natuurlijk zo de stad in. Ja. Je pakt het hele Oud-Zuid gebeuren mee natuurlijk. Ja. Dus je zit natuurlijk wel in een topbuurt. En super rustig. En we kunnen parkeren. Dus we gaan zo even iemand bellen dat het hek open gaat. Of dat het de garage open gaat. Ja. En dan gaan we vanaf daar de house tour doen. Ja, wij zijn er. Zou je hem open kunnen zetten? Kijk, nou, persoonlijke service. Natuurlijk, flesje mee en natuurlijk, hoppakee, eigenlijk zo doen voor de grap, je kent het wel. Het mes, nou, hebben we ook weer, kunnen we gelijk beginnen. Carina, ik neem jou ook gelijk mee. Ja. En dan, je staat hier natuurlijk fantastisch geparkeerd al. Ja, dus parkeerplaatsen zitten bij het appartement. Erbij. Ja. En ik zou zeggen, dan gaan we nu beginnen. We gaan naar de ingang. We gaan omhoog.
Nou, gelijk vanuit de parkeergarage kom je bij het appartement aan, hè, Carina? Ja. Eerste appartement, enige appartement, deze vloer. Zo, nou. Kom binnen. Weer een prachtig appartement in Oud-Zuid, hè? Ik hou ervan. Ja. We beginnen bij de living. Ja, het is alles behalve een standaard appartement. Voor Nederlandse begrippen. Ja, dat kan je wel zien ook, ja. Voor New Yorkse begrippen. Maar je komt inderdaad direct in je living. Wat in Amerika heel gebruikelijk is, maar in Nederland niet. Ja, en dan zie je direct al wat de eigenaar gedaan heeft. Hè, een soort fide gemaakt. Ja. Ja, wat heel bijzonder is voor Nederland. Beetje loftachtig ook, hè? Het is een beetje loftachtig. Maar ook heel transparant, ja, zeg maar. Heel eigenlijk. Transparant. Wordt eigenlijk Klopt. Het appartement verkocht inclusief meubilair? Of is dat mee? Inclusief meubilair. Ja, het is allemaal zo afgestemd op dit appartement. Ja. En qua kleurcombinatie, qua stoffen, kussens. Ja, alles is gewoon op elkaar afgestemd. Dat is zo. Dus helemaal gedaan natuurlijk met prachtige shutters ook voor de ramen. En we hebben hier een... Nou is de haard even, doet hij het nu niet, maar er zit hier een prachtige haard onder. We hebben even een foto, die gaat Mart er even doorheen monteren. En Carina, hier zit dus een televisie in, hè? Ja, er zit een televisie, inderdaad. Een OLED mirror systeem is dat. Ja, klopt. Geperst glas op de grond. Ja. Ook heel on-Nederlands. Met vloerverwarming eronder, maar ook een koelsysteem. Zullen we gelijk even naar boven wandelen? Misschien? Ja. Want dat is dus eigenlijk de master bedroom. Dat is de master bedroom, dat klopt. Trappen ook van geperst glas. On-Nederlands, ik had het zelf nog nooit gezien. Dus dat is wat op de vloer ligt daar, is ook in de trap verwerkt. Klopt, ja. Nou, dit is ook wel even de slaapkamer, zeg. En dan de master bedroom hier. Where the magic happens, zeggen we dan. ja. En ook niet de kleine tv, zo'n een beetje de grootste tv die ik heb gezien. En er zit ook hier een open haard onder en die is aan, maar er zit dat ethanol zit erin. Dit is bio-ethanol, want je ziet het steeds meer in zeker appartementencomplexen, omdat je gewoon vaak geen rookkanaal hebt. Of niet een open haard kan maken op de plek waar je hem wil. Ja, zien we dit steeds meer tegenwoordig. We hebben daar nog een soort opmaakhoekje voor de dame des huizes, denk ik? Of is dat een... Ja, ook meer een werkplek. Meer een werkplek, ja. Kan ja. Ook. Sexy werkplek. En hierachter zit een inloopkast. Daar dat zit een inloopkast. Filmen we even niet uit privé overwegingen. Klopt, daar zit een inloopkast, dat klopt. En een beetje sporten natuurlijk ook nog hier. Beetje. Hierachter zit kastruimte. Dit is uiteraard allemaal op maat gemaakt. Alle meubels in het huis zijn op maat gemaakt. Ja. Ja, er is niks te koop in de winkel. Dus het is eigenlijk een soort inloopkast die helemaal open is. Daar ook nog zij, dus achter ja, dit. Ja, ook dat ruimte. Een doorgezet hoofdbord eigenlijk in een mega uitvoering, zeg maar. Ja. Hier heb je dan een dressoir natuurlijk waar je jezelf een beetje kan kleden. Weer uitzicht op de binnentuinen. Ruime binnentuin. Is daar nog een beetje zon, Carina? Jawel. Ligt een beetje aan jaargetijden, ja. Zoals altijd, maar je hebt zon. Er staat een enorme parasol ook, die staat er niet voor niks. Nee, dus dat is gelijk het bewijs, mensen, er is zon. Vandaag gaan we hem helaas niet zien. En alles ook kan hier open. Dit complex heet de Glasshouse en dat is vernoemd naar de Glasshouse dichtbij New York. Wat vroeger een soort verzamelplek was voor allerlei kunstenaars. En tegenwoordig een museum is. En daar is het op geïnspireerd. Nou mensen, als je nog wat van Hermès wil hebben, de PC Hoofdstraat is hier natuurlijk ook naast. Want je ziet natuurlijk wel een fantastische locatie hier. Klopt. Je zit midden in hartje Amsterdam, maar toch super rustig. Ja, je zit eigenlijk in Oud-Zuid, maar je zit eigenlijk ook in het centrum. Want achter het Rijksmuseum heb je natuurlijk gelijk het centrum. De grachtengordel is 1 minuutje. Ja. En niemand komt hier die hier niet woont. Nee. Dus je hebt alle rust. Je hebt eigen grond. Eigen grond. En dus nog even wel anders twee is. Parkeerplaatsen heb je dus. Ja. Twee parkeerplaatsen, maar normaal gesproken in Zuid heb je te maken met erfpacht. Ja, en, ja het gedeelte bij de Beethoven is meer erfpacht. Ik woon ook in Zuid, is dan, maar het is een beetje verdeeld. Helemaal een beetje De Laressenstraat is de grens. Ja. Dus alles wat aan die kant van de Laressen zit, heeft erfpacht. Maar dit gedeelte van Amsterdam heeft eigen grond. Ja. Dus dat is een voordeel. Dit is de master bathroom inderdaad, met uitzicht wederom over de tuin. Ja. Alles kan hier weer open. Je kan hier lekker je glaasje natuurlijk neerzetten, want dat hoort natuurlijk een beetje. Zelfde vloer weer. Weer van dat glas? Weer van het geperste glas. Die hebben de eigenaren wel heel breed genomen, de glashuis dus. Ja. Ja.
Nou, Mart, hier heb je nog een stortdouche. Kan jij zo dat ik even met onderliggend beeld doen. Hier doen we de kleine of de grote boodschap, om het zo maar eerbiedig te zeggen. Ja. Ja, het is natuurlijk allemaal door een... Ringetje te halen. Een ringetje te halen. Ik wou bijna zeggen, moet ik vragen in de commands. Want dat komt niet meer uit mijn woorden. Maar je hebt het alweer helemaal gezien. Ja. Nou, hartstikke leuk. We gaan beneden eens even kijken naar nog een slaapkamer. Oké, dan gaan we nu... Ik zag hier wel nog even, Carina, een toilet die nog wel even mooi was deze. Dat was nog wel een mooi om even te laten zien, denk ik. Ja. Kijk, dit is een beetje in de stijl van de badkamer. En ook weer van het complex, want het is gewoon heel veel glas. Heel veel glas? Ja. Nou, dat is toch heerlijk. Ja, we gaan even door de keuken. We gaan even beginnen met die tweede slaapkamer. Ja. In principe is dit voor hun de logeerkamer. Ja. Alles is weer speciaal voor dit huis gemaakt. Stoffen, sprei... kleed, lampkappen. En het is allemaal custom made. Ja, dat moet ook. Je moet het ook gewoon eigenlijk in zijn geheel overnemen. Ja. Als moet je helemaal weer opnieuw beginnen. Ja. Lijkt me een ramp, maar het kan natuurlijk. Het kan, maar weet je, de kracht van het appartement is denk ik wel dat dit moet je gewoon mooi vinden. Ja. En dan wil je er ook voor betalen. Ja. Nou, tweede badkamer, die heeft geen bad. Want er staat een enorm roeiapparaat. Misschien hebben wij, nou, ik moet meer roeien dan jij, dan je hoeft er niet echt te roeien, zie ik. Nou, misschien voor de conditie. Nou, hartig op. Dus we hebben hier nog een stortdouche om de hoek, denk ik. Ja, stortdouche. Je loopt hier zo de binnentuin in. Ja, kijk, Martie zit hier natuurlijk. Gaat het nou een beetje regenen ook nog? Nee, nou, het valt mee. In de zomer kan je natuurlijk alles openzetten. Ja. En dan heb je gewoon die binnentuin als verlengde van je appartement. Ja. En hier zie je wel heel goed hoe het complex is ontworpen. Dus dat stoere... Ja. Een beetje Bauhaus-stijl. Dat krijg je dus allemaal bij, dit ook, de buitenmeubelen. In principe blijft alles achter. En dit is een beetje het zonnehoekje, zeg maar. Ja. Met parasolletje erbij. Ja. Ja. Ja, dit is natuurlijk allemaal gewoon fantastisch. Er zijn ook mensen die het gebruiken, als Pierre de Terre waarschijnlijk, die echt iets te veel geld over hebben. Ja. Ook ideaal, denk ik, voor. Ja, die zijn er ook. Klopt. Nou, dat was alweer een tijdje geleden, mensen. Maar de wristcheck is natuurlijk weer terug. Dit keer hebben we bij ons een Rolex GMT Master 2 met een zwarte wijzerplaat, een zwarte bezel uit 2007. Nou, mocht u het referentienummer willen weten, dat is referentienummer 116710LN, Leo Nico. Toen de tijd ongeveer 28.000 euro en nu is hij bij Schapen en Citroen pre-owned en vintage watches 42.500 euro. Maar nog steeds een hele goede investering. Nou, Mart, jij maakt er nog maar even wat mooie beelden van. Zo. Gaan we nu naar de keuken. Hart van het appartement. Mijn opdrachtgevers houden ontzettend van gezelligheid. Ja. En dat kan je ook wel een beetje zien. Ja, ik ook. Jij ook, toch? Ja. Doe even stiekem hier bij een ijskastje. Even één van de vele. Allemaal ook weer in het glas. Kakkenhuil, apparatuur. Ja. Nou ja, uiteraard alles zit erin. Trekladen, koekers, het is allemaal. Ja, je hoeft het tegenwoordig bijna niet meer te noemen, want het is eigenlijk standaard. Gasfornuis, twee wijnkoelkasten. Kijk, het lampje gaat aan, Mart. Kijk, ligt hier overigens ook genoeg champagne, Carina. Dus ja. Als mijn sabrage nou mislukt, dan kunnen we gewoon terugkomen. Kunnen we terug, ja. Om een nieuw fles te halen. Vooralsnog heb ik hier nu even onze Louis ingelegd. En die nemen we zo direct mee. En dan gaan we proberen even een mooie sabrage. Heb jij wel eens gesabreerd eigenlijk? Nee. Is dat iets wat je ambieert? Of zeg je van, laat het maar aan Floris over vandaag? Niet per se. Ja, ik denk dat jij dat beter kan dan ik. Ja, en ik heb ook niet heel veel pogingen, denk ik. Nee, goed, ik doe het graag voor je. Ja. En hier natuurlijk ook nog een hele gezellige... Hier prachtige eettafel voor 12 personen. Ook weer op maat gemaakt. Ja. Stoelen zijn echt wederom speciaal voor de eigenaar van het appartement gemaakt. Ja. Kijk, Mart, heel even. Het huis staat ook nog in een boek van Erik Kuster. Nou, Erik Kuster staat natuurlijk... op de cover van ons nieuwe magazine, wat daar ligt, wat in mei uitkomt. Ook wel leuk even, want ik vind Erik Kuster gewoon... Heel veel mensen zeggen van ja, die doet het alleen voetbalinterieurs, maar dat was 10 jaar geleden. Hij gaat heel erg met zijn tijd mee, vind ik. Ja. En vandaar dat ik hem ook heb gevraagd voor de cover. Nee, maar dat is al helemaal niet meer zo. Nee. Ik denk dat hij heel groot bereik inmiddels heeft. Absoluut. Ja. En een heel mooi bedrijf heeft neergezet. Prachtig bedrijf. Zeg, Carina, nog even over die agency, hè? Ja. Kan je nog even kort vertellen waar de agency nou voor staat?
De agency is voortgekomen. De CEO van de agency, Mauricio, die is heel erg lang al werkzaam in real estate in Amerika. En die vond dat ook zelfs in Amerika de service wel wat omhoog mocht. Ja. En dat agents heel erg bezig waren met zichzelf in plaats van met hun opdrachtgever. Ja. En vanuit die visie heeft hij de agency, is hij de agency gestart. En ik vind dat wij in Nederland ook wel ietsje meer service mogen. Eigenlijk wil jij gewoon continu voor je klant de rode loper uitrollen. Dus als je met de klant bezig bent, dan ligt de rode loper voor hem klaar. Ja. En dan service je hem eigenlijk aan alle kanten. Dus een soort mini concierge service ook eigenlijk. Je doet veel. Ik doe veel, klopt. En ook omdat ik dat gevoel graag wil geven aan mijn opdrachtgever, dat ik blij ben dat ik mag verkopen. En ook die hele verkoop wat leuker en wat aangenamer. Echt een experience. Ja. Maar ook iemand die zijn eerste appartement koopt, net zo spannend traject. Ja. Vind ik ook mag je. Behandelt iedereen hetzelfde. Ja. 1 miljoen, 10 miljoen, dat is allemaal geen verschil. Ja. Ik heb zoals heel veel makelaars ooit gewoon binnen op kantoor gezeten. Vak vanuit binnen uitgeleerd. Mijn papieren gehaald die je nodig hebt als NVM-makelaar. Dat ging supergoed en toen begon het bij mij weer te kriebelen. Toen dacht ik, oh, ik wil het anders. Een nieuwe uitdaging, ik wil wat internationalers. En toen kwam dit op mijn pad. Ja, ja, kom op je pad. Je bent zelf daar initiatief nemen. Dat klopt, klopt. Je hebt benaderd en ze hebben jou voor een gesprek gevraagd. En je zit nu eigenlijk in de Nederlandse franchise. Het is een vrij hechte club. Het is veel hechter dan bijvoorbeeld een Engel & Völkers of een Christie's. Ja. Waar je veel meer op jezelf zit. Het is ook wat meer Amerikaanser, denk ik. En jij gooit er dan eigenlijk een beetje een Nederlands sausje overheen. Ik maak het dus iets nuchterder. Iets nuchterder, inderdaad. Ja, dus, ja, dat klopt. Mensen, heeft u een huis in de verkoop? Dat kan natuurlijk door heel Nederland. Want je hebt ook vastgoed in Den Haag momenteel, heb ik gezien. Ja, Oostgeest heb ik deze week. Het is niet dat je verkocht aan Amsterdam gebonden bent. Helemaal je bent niet. Gewoon landelijk buurt hier in Nederland. En de makelaarij verandert. En ik denk dat, dat wij wel van toegevoegde waarde zijn in de Nederlandse markt. Ja. Nou, wat mij betreft gaan we het volgen. We gaan zo nog even een glaasje drinken op het Museumplein samen. We lopen nog even langs die ijsbaan. Ja. En wat mij betreft, als jullie het ook leuk vinden, op naar het volgende huis via jullie. Heel leuk. Nou, lieve mensen, ook deze keer hebben we weer een winactie. En dat zijn maar liefst 3 tegoedbonnen van 100 euro van Vintrado. Vintrado.nl. Mart zal het even onder in beeld brengen. Wat moet je doen om kans te maken op 1 van die 3 waardeschecks? Je moet eigenlijk even opzoeken hoe de oprichter heet van Vintrado. Dat is vrij makkelijk te vinden online. Jullie zijn allemaal slim. Laat even zijn voornaam achter alleen. In de commands natuurlijk. Wees een beetje origineel. En dan maak jij kans op 1 van de 3 waardeschecks van 100 euro. Daar kan je ook lekker champagne van halen. Heerlijk, heerlijk. U kent het wel. Doe even je duimpje omhoog trouwens als je deze video leuk vond. Abonneer je ook even op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gaan wij zo eens opereren. Nou, even sabreren op het Museumplein. Wie wil dat nou niet? Het regent wel een beetje, Carina. Ja, ik weet. Dus ik hoop dat je haren mooi blijven zitten. Ja. Ik denk hier gelijk, er komt een man met een machette aan inderdaad. Dan zoeken we even de naad op. En dan ga ik eventjes, als jij de glazen in de buurt hebt. Yes. Nou jongens, hoppakee. Beetje over je hand heen. Prik het mes even zo. Dankjewel. Op Amsterdam maar en tot de volgende video. En nu gaan we zo alles netjes opruimen, maar in 3 keer scheepsrecht, nog steeds een keurig sabrage, team in de griffel. Tot de volgende.